En dan moet je, als je daarop staat, is het te vergelijken met een rijksmonument. En ik kan jullie zeggen, want ik zag het net nog staan met vraagteken. Draaksteken is vandaag op de nationale inventaris immaterieel, cultureel erfgoed gezet. En ik feliciteer jullie allemaal van harte met deze doorbraak. Het zesde element is dat erop gezet is. Dus dat is heel snel. En dan dat het eerste element is van Limburg dat op de nationale inventaris is. Dus jullie lopen wat Limburg betreft helemaal vooraan. Ja, regisseur van de afgelopen twee edities Draaksteken en nou ineens op de UNESCO. Hoe voelt dat? Ja, nou, ik denk dat dat voor iedereen geweldig is. Het is een stuk erkenning en dat zal ook naar buiten toe gaan. Dus er zullen heel veel mensen zullen daarvan horen. Het biedt volgens mij ook een stukje bescherming voor dat geestelijk erfgoed van Bezel. Dus helemaal prima. En de eerste van Limburg, hè? De eerste van Limburg, dus een grote primeur. Ja, en die staat achter als regisseur. Ja. Ik ben helemaal blij, neem ik aan. Ja, maar weet je, ik heb natuurlijk een heel klein steentje aan generaties lang tradities bij mogen dragen. Dus ja, ik heb aan twee voorstellingen meegewerkt, maar er zijn hele families die er al tientallen jaren en langer, generaties lang aan meewerken. Dus ja, in die zin sta ik hier niet terecht. Dan moeten we hier met een hele grote drom volk staan, terugkijken in het verleden en kijken naar de toekomst. En die hebben het allemaal gedaan. Ik denk dat ik de glimlach bijna niet meer van mijn gezicht afkrijg, heb ik net al gezegd. En dat is ook echt zo. We zijn er echt enorm trots op dat dit gelukt is. En we, dan bedoel ik alle mensen in Bezel die hier aan bijgedragen hebben. Dat blijkt maar eens te meer hoe uniek dat is wat hier gebeurt. Hè? Een draagsteken wat zo in de harten van de mensen zit. Dat het dus verdient om zo vermeld te worden. Ja, het is natuurlijk echt te gek dat het draagsteken van Novent is uitgeroepen als zesde, geloof ik, op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Dus dan mogen we als dorp, het is vergeleken met een rijksmonument, zeg maar, met een immaterieel. Dus daar mogen we als Bezel en als Draaksteken wel heel erg mee zien, inderdaad. Ja. Nou, afgelopen twee edities heeft u het gedaan. Gaat u er in de toekomst nog meer doen? Draaksteken regisseren? Dat is een goede vraag. Dat ligt nog in de toekomst, denk ik. Maar één ding moet ik wel zeggen. Het schoot me net zo door mijn hoofd dat ik dacht, toen ik hier in Bezel kwam en het verhaal van het Draaksteken tegenkwam, het verhaal van goed tegen kwaad, En hoe zo'n gemeenschap met dat grote credo samen, hoe kun je samen iets flikken. Toen ik dat voor het eerst tegenkwam, dat heeft mij ook wel geraakt en gevormd. En als ik nu zie dat ik allerlei andere projecten doe, ook in het Midden-Oosten en weet ik veel, waar allerlei shit is, dan denk ik, oh ja, er zijn veel draken, maar de eerste die ik mee mocht helpen bestrijden was in Bezel. En dat was een hele eer. Maar of het in de toekomst nog vaker gaat gebeuren met u achter de schermen, dat is dan nog maar de vraag. Ja, laten we maar in de sterren kijken. Ja, u zei al, je heeft het nog nooit gezien hier in Bezel zelf. Dus hij heeft nog een beetje de vraagtekens van, ja, hoe geweldig is het dan? Maar ja, dit bewijst natuurlijk. Ja. Als je daar over 4 jaar is de volgende draaksteken, als je daar naartoe gaat, met wat voor gevoel gaat u naartoe? Ik denk als een enorme trotse burgermoeder en ook wel een beetje van, god, lijkt me enorm leuk om daaraan mee te doen. Dus we zullen daar als gemeente zeker ons steentje toe bijdragen. Ja, meedoen met een eigen rol? Of? Dat is niet voor mij weggelegd, maar ik vind het wel heel erg mooi dat de mensen die dat doen. Ik heb dat nou bij de Floriade gezien en ik moet je wel zeggen, dan kriebelt wel een beetje van, je wordt erin meegezogen, laat ik het zo zeggen. En dan, ja, dan kriebelt het om ook mee te doen. Dus maar dat is ook in de rol van het publiek al leuk om mee te doen. Hè? Dus als ik daar de volgende keer bij zit, dan zal ik echt genieten van het festijn. Maar goed, ja, het draagsteken gaat natuurlijk voor. Hè? Dat is natuurlijk de bedoeling van UNESCO, dat voor blijft dragen. Zeker. Hoe zou dat in de toekomst eruit gaan zien, het draaksteken? Heeft u daar een idee over? Nou ja, het draaksteken. Kijk, iedere tijd en iedere generatie krijgt het draaksteken wat het verdient, volgens mij. Omdat mensen het allemaal samen maken, ja, creëer je dus weer. En dat is een evolutie, dat is geen revolutie. Heel langzaam verandert dat zo. Maar de kern, dat blijft natuurlijk altijd hetzelfde. Sint-Joris tegen de draak. Met of zonder UNESCO, het blijft hetzelfde.
En het wordt dat, ja, net zo geweldig als voorgaande edities. Ja, zeker. Het is het hart van Bezel en het hart van de legende. En die verbintenis samen, dat maakt dat UNESCO er volgens mij zelfs blij mee is dat het nu op die lijst staat. Ja. Het UNESCO en het boek is natuurlijk niet niks. Het boek heeft ook een ontvangst genomen. Ja. U gaat het wel snel doorlezen? Ik heb net stiekem al een beetje geroken en gekeken en er staan echt hele mooie foto's in. Ik denk dat dit boek echt een hele goede kijk geeft hoe dat draaksteken zich ook ontwikkeld heeft. En dat is voor iedereen een mooi naslagwerk. Meer, ja, u zegt foto's, dus het is een beetje een leesboek. Ja, het is een lees- en kijkboek en vooral een genietboek, hè, voor iedereen die er betrokken bij is. Het laat zien hoe het was en wat het geworden is in de loop der tijd. En allerlei mensen geven daar een kijk op en het is gewoon absoluut een zeer lezenswaardig boek. Nu heeft u een boek geschreven, Draaksteken. Ja. Wie is dat gewonnen? Ik hoop goed, maar ja, ik heb een aantal maanden geleden ben ik benaderd met de vraag of ik dat wilde doen door de stichting. En toen had ik jou gezegd. In eerste instantie had ik niet in de gaten echt serieus was, dus nou ja, goed. Van een geintje van de Astrid maar een boek ja, en het zou goed komen. Ja, ik dacht toch wel. Maar toen vond ik mezelf terug in de eerste redactievergadering en dacht ik, oh oké. Okay. Maar ik vond het wel echt te gek, joh. Anders had ik het natuurlijk niet gedaan. En ik heb daar veel interviews gedaan en veel gelezen natuurlijk. En ja. Research, foto's, alles wat erbij. Ja, alles erop en eraan. Ja. Hoe is het boek gepresenteerd? Ja, ik zit aan die glimlach. De eerste reacties zien al heel goed. Ongelijk, dat ze niet verwacht natuurlijk. Nou, weet je, nee, het is best wel eenzijdig zeg maar om het te schrijven. Dus er best wel mee bezig en lezen mensen mij. Daar ben ik allemaal erg blij mee. En toch is het groepje vrij klein. En nu, dus best wel raar dat er nu ineens allemaal mensen op kunnen reageren op iets wat ze zelf een paar maanden dus ook best wel miniem mee bezig was geweest. Dus ben ik wel een beetje onder de indruk van alle positieve reacties. Het boek zelf, ja, het is nu dus officieel uit. Hoe kunnen mensen het kopen? Want ja, ik neem aan dat natuurlijk mensen nieuwsgierig zien. Het is vandaag pas uitgekomen. Hoe kunnen ze het kopen? Hier in Bezel bieden koop, op Ruiver bieden Bruna, bieden Wilbro in Tegelen en ik meen ook in Venlo, maar dat weet ik even niet zeker. In Remungen en in Zwamen ook. Een beetje rondom Bezel zelf. Ja, en via internet, hè, via volkscultuur.com. Of... Ja, bol.com weet ik eigenlijk niet. Jij hebt een ISBN-nummer, maar ik weet het niet. Ja, draaksteken op de lijst van de UNESCO, het boek. Ja, ik neem aan dat heel veel mensen dat gaan lezen. Als ik de reacties zo lees, dan hebben er heel veel mensen zin in om de kerstdag op zijn minst een keer doorheen te blaaieren. Dus, maar goed, dat is niet aan mij. Mijn taak zit er nu op. Ik heb het al goed. Dus, Het best zelfs schrijfsel, neem ik aan. Anders is het natuurlijk niet zo'n boek. Ga je nog meer maken wat te maken heeft met Bezel? Nou, ik ben geen schriester. Maar het is dus wel een boek. Nou ja, goed. Ik heb nu dan dit toevallig gedaan. Maar dat betekent niet dat ik schriester of zo ben. Maar dat weet ik niet. Vult het wel alsof dat ze denken, nou, het heeft toch wel gehad, dat schrijven? Nou, vond ik het heel tof om te doen. Dat moet ik wel echt zeggen. Ik vind ook echt... ik had natuurlijk wel veel geschreven in mijn opleiding en stage. Had een keer al een boek, meegewerkt aan een boek. Dus ik had al een beetje eraan geproefd, maar dit is natuurlijk een heel ander proces, want dit is helemaal van nul tot, ja, tot het uitzoeken van de foto's en alles, zo tabi. En het beveel me eigenlijk wel. Maar dat is niet het idee van, nou weet je wat, ik ga nog eens een keer een boek schrijven. Misschien. De toekomst zal het leren. Het komt, het komt.